Vaslav Nijinsky is voor vele mensen bekend als de sterdanser van Les Ballets Russes. Niet alleen de danser, maar ook choreograaf. Samen met Djagilev vormde hij een tandem die legendarische namen zijn van de danswereld. Wat weinig mensen weten, is dat hij na zijn danscarrière last kreeg van psychische problemen, dat hij schizofreen werd. En tussen het einde van zijn danscarrière en het begin van zijn psychische problemen was een korte periode van 2 jaar, 1918-1919, waarin hij bijzondere tekeningen maakte en teksten schreef. Zijn tekeningen zijn gekenmerkt door een hoge energie. We zien eigenlijk als het ware een dans op het papier. Lijnen, cirkels, gezichten, alles kronkelt door elkaar. Het moment waarop het lichaam niet meer kon dansen, danste hij eigenlijk wel nog met het potlood. De thema, de dans van het potlood, focust dan ook op deze thematiek. Kunstenaars die fysieke energie of mentale energie gaan overbrengen via het potlood op het papier.